Is een designer outlet en dat bevindt zich dus in Roermond en het zit op dus een uur en een kwartier rijden vanaf Breda. Dus we gaan gezellig daar een dagje shoppen. Ik wilde al heel lang een designer tas, dat heb ik al, maar dan een witte, want ik had nog geen witte zomertas. En we gaan binnenkort naar Ibiza, eigenlijk over een maandje, dus we willen even kijken of we wat leuke dingetjes kunnen scoren daar in die outlet. Ik ben er nog nooit geweest, Niek wel. En je hebt daar echt wel leuke merken zitten voor best wel een leuke prijs, denk ik. Dus ik ben benieuwd. Het is gewoon de helft van de helft. En met Thijs over had die jas van 3000 euro voor de helft van de helft. Wow, dat is 1500. Gedeeld door 2, 750 euro. Nou, dat is nog wel veel geld voor een jas. Maar ja, dat is natuurlijk wel... Ja, precies, ja. 3000 euro. Ja, oké, okay, dus, dat is wel echt verschil. En dus ik dacht, ik maak even een andere soort video dan mijn weekvlog. Ik neem jullie gewoon gezellig een dagje mee naar Roermond. Nou. Hey, tot zo. Hoi. Hey, yeah, let's go. Yeah. Okay, let's go. Baby, I like your style. Yeah. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets unsafe. I pray, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hands. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hands. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. 'Cause baby, I like your style. Oh, dat staat wel echt heel schattig. Ik zou ook wel eentje zoeken dat je nog een lange band van kan maken. Ja, klopt. Maar zo'n kleurtje is wel echt leuk. Ja, het is echt super. Het staat met wit en met zwart mooi. Oh, dat is wel echt heel schattig. Draai eens met je kontje. Pistotje. Kom eens even iets meer naar mij, want ik zie het niet. Oké, wij staan nu in de rij voor de Prada winkel. Dat vind ik wel een nadeel, dat je overal in een rij moet gaan staan. Het lijkt net alsof je in een attractiepark staat en dat je nu aan het wachten bent dat je in de achtbaan gaat. Maar dan nu voor een winkel. En Niek heeft net dat leuke broekje van Versace heeft hij gehaald, die blauwe. En die was afgeprijsd van hoeveel eigenlijk? 250 naar 165. Ja, 250 naar 165. Nou, dat valt op zich wel mee. Het is wel echt heel druk. Ik ben dus echt al heel lang op zoek naar een mooi wit tasje. En deze is echt beeldig. Van Prada. Opeens zijn we bekenden uit Amsterdam tegengekomen. Heel toevallig. Hey Saar. Hey. En Leslie. We zijn nu even lekker een pizzaatje aan het eten. En aardappels. Dat kip had moeten zijn. Ja. Ja, lekker barbecue. Ja, hij had kip besteld en ik kom aan met tonijn. En ik moet zo mijn aardappel met mayonaise eten, want er is geen vork.
Oh, dat lijkt zo. Het is zo druk, we hebben gewoon echt hoofdpijn op van al die mensen. Ik ben helemaal chagrijnig van al die mensen hier. Dus we dachten, we gaan even chillen. En zijn we een beetje bijgekomen. Ik heb trouwens ook echt een hele leuke ring. Van Lofi is deze. Leuk hè? Een smiley. Even lekker voor onderweg. Even een bubbeltje voor onderweg. Ja, het is meer om rommel te overleven, al die gekke rijen. Heb je wel een beetje drank nodig, want anders pleeg je spontaan zelfmoord. Je pleegt spontaan zelfmoord als je hier rondloopt. Echt met al die mensen. Helemaal geen curve. Oh, wat top. Een Gucci sjaaltje heb ik hier ook weer gehad. Ook top. Ja, maar dat komt omdat veel is. Ja, het is heel snel almoedig, vind ik. Het lijkt echt, ja, het lijkt echt nep ook. Weet je. Ja. Prachtig. Je lijkt wel heel slim nu. Ja. Oké, okay, we gaan nu even een andere opzetten. Ja, deze. Deze vind ik ook zo mooi. Niek, wat vind je van deze bril? Oh, die staat je echt heel. Kijk, lekker. Hij wordt alweer moe. Oké. Nou, wat een gekke bril hier. Ja, nu kan je naar de disco. Deze is ook wel leuk. En dat hoort zo, toch? Dit is veerle. Dit is te groot, man. Ja, dat is wel een beetje te groot. Oh, ja, het is een beetje klem. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk staan. Dat is wel tof, hè? Wat zei je nou net over deze tas? Als hij hem draagt, wordt hij duurder. Ja, ja. Je kan hem hier zo, zeg maar, zien. Okay, ja, leuk, Gucci. You've seen that shit. Wat zeg je? Engels? Hoor. Ja. Nu is hij echt gewoon status, weet je wel. Dit is gelijk fout. Nu is het fout. Want Leslie draagt. Ik heb deze gevonden en ik vind deze ook echt super leuk. Ik vind deze wel handig voor Schiphol of voor als ik een weekendje naar Niek ga. Maar hij is zo groot, er past hier echt heel veel in. En deze is ook wel echt goed afgeprijsd. Gewoon volgens mij echt de helft. Ja, hier past echt heel veel in. Ja, ik vind hem leuk. Hij is verkocht. Wij zijn echt hartstikke geslaagd. Ik heb dus die tas van de Gucci heb ik dus toch maar wel gekocht. En Niki heeft... Hoeveel spullen heb jij nou eigenlijk al gehaald? Ook die Gucci tas? Ja, Gucci tas, Sussie zwembroek, Prada winterjacket. Ja. Dat was maar hebben. Nou, we gaan zo meteen thuis wel even laten zien. Ja, en Niki heeft alweer Prosecco. En we gaan thuis wel even laten zien wat we hebben gekocht. Ja, sorry hoor jongens, maar we hebben gewoon dit weekend echt geen druppel alcohol gedronken. Dus het mag nu wel heel even. Gewoon een proseccootje is ook niet heel erg. Maar ja, helemaal gezellig. We zijn nu eigenlijk al heel de tijd met Sarah en Les op stap. Oké, we zijn nu in de laatste winkel geweest, maar het was zo chaotisch, kijk naar al die mensen hier, dat ik niet eens binnen heb gevlogd, maar ik heb natuurlijk wel wat gehaald en Niek ook. En we zijn nu alweer bij de uitgang, want ja, het was me een dagje wel. Zo, schat, en goed geslaagd? Ja, oké, maar. Wow, gekke spender. Ik ben kapot. Ja, we zijn echt shopboe. Maar we gaan nog even gezellig een hapje eten in de Harbour Club Eindhoven. Want die schijnt dus nieuw te zijn, zeg Niek. Volgens Niek. Is die nieuw? Is een half jaar open of zo niet? Oh, nou ja, half jaar open is dus wel nieuw. Dus dan gaan we even een hapje eten met z'n tweeën om even deze dag mooi en goed af te sluiten. Het is vandaag alweer maandag, maar ik dacht ik laat even alle spulletjes zien die we uiteindelijk gisteren hebben gekocht. Maar we hebben echt wel spullen gehaald voor veel goedkoper dan normaal, dus ja, dat is al wel chill. En ik ga ook eerlijk zeggen dat we dit echt niet elk jaar doen,
Of ik ben nog maar, ben nog niet eens een jaar met Niek. Maar ik bedoel, ik zelf doe dit niet elk jaar hoor. Eens in de zoveel tijd koop ik dan een mooie dure tas. Maar ik doe dit echt niet elke week. Want dan, ja. Dan kan ik helemaal niks meer doen in mijn leven. Ik laat even zien wat we hebben gekocht. Deze Gucci tas. En deze is echt mooi en super groot. Leuk voor de verkeer. Kan ik hier mijn strandhanddoek in doen. En voor Schiphol, dat is weer gewoon een leuke weekendtas. Kan echt veel in. Dan even Niek. Natuurlijk. Ook een bijpassende Gucci tas gekocht. Hebben allebei dezelfde. Maar hij staat echt leuk. Ik heb die tas gekocht en jij hebt bij mijn tante bijpassende tas gekocht. Jij draait het verhaal om. Oké, nou je hoort het. Hij staat mij ook leuk. Ja. Kijk dan. Ja, oh, is dat er echt leuk, ja. Oh, zullen we ruilen? 50 euro per dag mag je me lenen. 50 euro per dag. Je wilt gewoon nog geld op mij verdienen, Gluipert. Oh my god, ik ben echt verliefd op deze tas, jongens. Komt die? Hier ben ik echt zo blij mee, deze Prada-tas. Die is echt... Ik was al zo lang op zoek naar een witte tas. Ja, hij is echt prachtig. Het papiertje zit hier nog aan, maar... Oh, ik ben echt verliefd! En nog een leuk naakpakkie. Ja, en ik heb gisteren 5 auto's verkocht, hè? Weer gisteren. Dus we konden weer shoppen. Nee, gaantje. Ik ben gewoon Miss Independent. Ik krijg niks van hem. Hoor je dat? Ja. En Niek heeft ook veel dingen bij de Nike outlet gehaald. Dit broekie. Deze is ook een Nike sportbroek. Oh, dat is wel een lekker broekje die je hebt gehaald, Mop. Ja, is zeker. Ja, nee, die zwarte. Oh ja, die is ook fijn. Nu ben ik jaloers op jou. Oh. Ik had ook meer... Vroep. Ik had ook meer sportkleren moeten halen. Ik denk die gekke vroep. Ja, die vroep zeg ik altijd. En zijn Nike patas. Ook. Echt leukie. Oh ja. En Niekje heeft ook nog die Versace broek. Dat hij met zijn kontje ging schudden. Deze. Niet vergeten, maar niet. Die heeft dus. De allermooiste aankoop van alle tassen. Zit hierin. Stevige sticker. Ja, dit is niet stevige jas, hè? Nou, ik vind hem niet mooi. Zo. Zo. Ja, hij laat ziet er wel mooi uit. Laat de winter maar komen. Laat de winter maar komen. Ah, je liegt uit je bast. Ik ben thuis en ik dacht, ik heb eigenlijk nog helemaal niet zoveel informatie gegeven over hoe het is in Roermond en wat de kortingen zijn en wat je daar allemaal hebt. Dus ik dacht, ik vertel het nog even erbij. In ieder geval, parkeren kost 4 euro. Dus nou, dat vind ik wel meevallen. Het is gewoon voor heel de dag. Ja, je hebt daar heel veel merken zoals Prada, Gucci, Tommy Hilfiger... Off-White. Maar ook wel wat goedkopere merken zoals Hunkemöller. Maar Hunkemöller heeft wel echt een lijpe sale. Dus ik ben... Ja, dus ik vind het heel stom dat ik daar niet ben geweest. Want Sarah die kwam echt met een goede zak. Kwam ze naar buiten. Ze had echt iets van... Ja, nou, ze had in ieder geval heel veel gekocht. Voor 70 euro had ze echt een hele volle tas. Met BH's en strings en zo. Dus dacht ik wel shit. Had ik eigenlijk ook even heen gewild. Kortingen die lopen van... Ja, ik denk van 25 tot 70% op. Zoiets. Zoals mijn Gucci tas. Nou, dat durf ik wel te vertellen. Die kostte uiteindelijk 660 euro. Maar die was veel duurder hoor. En die tas is dus 50% afgekort. Mijn Prada tasje die is ook 40% afgekort. Ja, dus ik dacht misschien hebben jullie er wel wat aan om te weten... Wat de kortingen zijn, want ik ben niet zo heel erg van de prijzen weggeven. Oh ja, je hebt daar ook een Laplace zitten, daar kan je lekker broodjes eten. Alhoewel, je moet echt heel lang op je pizza wachten.
En ik zal niet op de zondag gaan, want Nick en ik werden helemaal gek. Ja, je hebt daar gewoon leuke tentjes waar je wel een koffietje kan drinken, wat kan drinken kan halen. Zoals champagne, wat wij hebben gedaan. Ik ga natuurlijk ook alleen, wij doen dat, hè. Even een klein flesje champagne halen. Oh ja, en je moet echt overal in de rij staan. Dat vind ik ook een beetje een nadeel. Maar aan de ene kant, je moet tegenwoordig overal in de rij staan. Want het leven is net een Efteling geworden of zo. Als je naar de PC Hoofdstraat gaat en je gaat naar een Dior of weet ik veel. Niet dat ik daar elke dag kom. Ik ben eigenlijk nog nooit in het Dior store geweest in Amsterdam. Maar in ieder geval, als je naar de PC gaat en je wilt daar een luxe winkel in gaan, dan sta je ook al in de rij tegenwoordig. Maar in Roermond is het nog wel even een stukje erger. Dan sta je bijna in elke winkel voor de rij. Maar dat is denk ik echt omdat we op de zondag waren gekomen. Dus mijn tip, als je rustig wilt shoppen, vermijd de zondag. De Nike, oh, de Nike was echt een hel gewoon. Alle dozen door elkaar. Maar ze hebben wel echt goede korting hoor, dat wel. Ja, ze hebben heel veel sport-BH, sportleggings voor rond de 20 euro. Sportschoenen zijn ook wel voordeliger. Daar heb ik ook wel spijt van dat ik die niet heb gehaald. Maar oké, ik zit weer echt veel te lang te lullen, zo te zien. Maar ik dacht, ik vind het nog wel leuk om even extra informatie te geven. Als je zelf ook een dagje daarheen wil. Want ik heb meer beelden laten zien dan echt info gegeven. Dus bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie het erg gezellig vonden, net zoals ik. En ik denk dat ik het wel leuker vind om vaker van die thema video's te gaan maken. Dus ik, ik moet nog even kijken of ik de week vlogs ga aanhouden. Ik denk dat ik een beetje ga overstappen naar een soort thema video's, wat ik net al zei. Ik zou het erg leuk vinden als jullie een leuke comment onder mijn video zetten. Laat maar even weten wat je ervan vindt. En ik ben ook benieuwd of jullie naar Roermond gaan en wat jullie daar hebben gekocht. Dus laat me ook eventjes weten. En doe vooral een duimpje omhoog. Ho, ho, ho. En dan zie ik jullie weer volgende week sowieso weer terug. Doei doei!